kijkers van Fred TV. Vandaag een stukje kunst en cultuur. En jawel, kunst en cultuur voor kinderen. Ik wil het graag hebben over de Fred Gouden Palet portret, schilder en tekenwedstrijd. Vanaf vandaag kunnen kinderen tot en met 13, 14 jaar kunnen een portret schilderen. Potlood, stift, pen, verf, houtskool. Portret schilderen van iemand die ze kennen of iemand die ze niet kennen. Vader, je moeder, je opa, je oma, je buurmeisje, je BFF. Van mij bijvoorbeeld, zou ook kunnen, van een popster. Je mag dat realistisch doen, je mag dat abstract doen, modern, impressionistisch. Dus kinderen van de basisschool, schilder een portret. Lever hem in bij Fred. En dan heb je kans op de Gouden Palet. De beste inzendingen zullen in de top 3 komen. Daarnaast zullen alle inzendingen zullen op een expositie komen. En je hebt tot het einde van februari de tijd om je portret bij Fred in te leveren. Succes, doe je best. En de jury zal bestaan uit Fred natuurlijk. En 3 wijze mannen. Misschien ook een vrouw erbij. Dat zou kunnen, maar die moet ik nog even vragen. En je zal via dit kanaal natuurlijk horen wie de winnaar is en wie en wat en hoe het verder zal gaan gebeuren. Doe best en ik ben benieuwd naar jullie resultaten. Dus Fred's Gouden Palet portret, schilder en tekenwedstrijd. Dankjewel.